Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Tooltrax, de enige echte natuurlijk. Nou, er zijn wel eens dagen dat ik niet, dat ik geen vlog maak en dat is meestal door de week. Dan heb ik niet echt veel tijd om te vloggen. Nou, van de week was het een ander iets waarom ik niet vlogde. We hebben ongeveer de 37 graden hebben we gehaald. Een record, niet echt een best record. Het was ontzettend warm was het in ieder geval. Ja, ik ben eigenlijk de bewuste dag. Dat was eigenlijk, dinsdag was dat eigenlijk. Maandag was het al ontzettend warm al. Dinsdag was echt het record. Inmiddels is donderdag. En ik heb dus niet gevlogd. Ik was zo ontzettend, het was zo ontzettend warm was het, dat ik zoiets had van, nou, ik sla liever over. Het is zo verschrikkelijk warm. Ik heb ook geen livestream die dag gedaan. Ik heb die dag voor mij wel een première gedaan, s'avonds. Nou, het was niet normaal. Ik ben om een uur of 10:30 ben ik nog de douche in geweest. Gewoon om bij te komen van de hitte. Het was zo verschrikkelijk warm was het de afgelopen 2 dagen. Ik had zoiets van, nee, ik heb er geen zin in. Ik blijf lekker thuis. Dus ik heb die dag eigenlijk alleen maar binnen gezeten. Een douche gepakt. Normaal pak je nog wel eens meer, pak je wel eens een douche. Maar nu was het echt gewoon om het zweet eraf te halen, want het was niet normaal. Die van, die heb ik nieuw. Die heb ik de hele dag laten draaien. Inmiddels is de warmte een beetje weg in huis. Maar het was gisteravond was het nog ontzettend warm hier in de woning. Het heb gewoon even een dag wel gekost om die hitte een beetje uit het huis te krijgen. Het is nog niet echt helemaal cool hier in huis. Buiten wel in ieder geval. We hebben deze donderdag, na die enorme hittegolf, hebben we regen gehad. En het is echt heerlijk nu buiten. Lekker windje staat er. Het is echt heerlijk is het nou. Ja, het is een beetje regenachtig is het geweest vandaag. Alleen maar het is nu heerlijk. Ik heb gisteravond zelfs nog zitten denken van, joh, zal ik niet daarop gaan leggen in plaats van in bed. Het was zo verschrikkelijk warm in huis. Niet normaal. Echt niet normaal. Ik heb trouwens nieuwe lampjes. Met lampjes. Torens. Ouwe met lampjes erin. Lampjes. Ja, een beetje. Een beetje jammer, want het is maar een hele korte is het maar. Kijk, want de rest van de tuin ging eigenlijk alleen maar zo. Het is eigenlijk een iets te kort, hè. Heb ik hem hier zo opgehangen zo. Daar stekken. Dus dat in ieder geval dus. Maar het was gewoon zo verschrikkelijk warm om te vloggen. Ik had er echt geen zin in. En ik had zoiets van, joh, ik sla gewoon even een paar dagen over. Maar ik laat er wel weer een vlog als het wat beter weer is. Nou ja, als het goed is, aankomend weekend is het nog steeds iets minder. We gaan van het weekend trouwens echt iets heel gaafs doen. Je zult denken, wat hebt u voor het gekke tulband op? Maar dat was het gordijn. We gaan echt wat heel leuks doen. Dat kunnen jullie binnenkort natuurlijk op mijn kanaal zien. Want we gaan het natuurlijk uiteraard in vloggen. Jullie hebben in de vlog van Vlissingen hebben jullie het een en ander gehoord. Tilburg, ja. En we gaan nog een kermis gaan we doen op die avond. Dus dat wordt wel heel erg leuk. Dus we gaan er weer een leuke dag van maken. Aanstaande zaterdag, als het goed is, gaat Ramon ook mee. Dus dat wordt wel leuk. Dus dan zijn we in ieder geval met z'n vieren, als het goed is. Want Ger en Ricardo zouden ook meegaan. Nou, met Ger, Ricardo, ikke en Ramon gaan we naar Tilburg en nog een kermis. En die andere kermis ga ik lekker nog niet prijsgeven waar dat is. Maar dat gaan jullie vanzelf wel zien in de vlog. In ieder geval, vanavond, het is dus nu donderdag. Vanavond is om 7 uur de première van Vlissingen. Die hebben jullie natuurlijk al gezien hierna of hiervoor. Het is inmiddels 6:30.
Ik ben een beetje, twee dagen geleden heb ik het gedaan omdat ik te laat was. Omdat het gewoon zo bloedverziekend heet was. Maar ik toch een première wou doen. Vanavond ben ik extra vroeg. Vanavond ben ik al om 7 uur. Is er al een première op mijn kanaal. Dat is echt heel vroeg. Dat heb ik nog nooit zo vroeg gehad. Normaal is het 8 uur, 8:30. Is meestal een beetje de tijden dat ik een première doe op mijn kanaal. En waarom is het vanavond zo heel erg vroeg? Dan kan ik daarna, als de livestream voorbij is of als de première voorbij is, nog een GTA livestream doen. Vanavond weer een GTA livestream. Wordt de laatste tijd niet echt goed bezocht. Jammer. Echt heel jammer. Ik heb al zitten denken, moet ik het misschien weer op mijn YouTube kanaal doen. Maar ik vind eigenlijk die GTA streams vind ik eigenlijk leuker op Twitch. Ik heb een beetje dik. Dus het is ook veel makkelijker is het. En wat ik ook nog steeds een keer moet doen, is al die leuke clipjes. Want je kan met Twitch kan je ook video's, een livestream, als daar een leuk iets in gebeurt, kan je klippen. Ik wil al die clips nog eens een keer achter elkaar zetten en een video ervan maken. Is er nog steeds niet van gekomen, ga ik nog steeds een keer doen. Wordt ook in een vlog, wordt dat. En dan kunnen jullie kijken naar een best-of of de funniest stukjes uit de livestreams. Want inmiddels doe ik dit nu al, ik denk wel 4 maanden of zo. En we hebben al een heleboel leuke clips heb ik al opgenomen waar het echt lachen, gieren, brullen is met Nick, met Rob, met Ramon. Dus dat is echt ontzettend leuk. We gaan zo eventjes nog even 35 minuten moet ik nog wachten. En dan ga ik beginnen met de première. En daarna ga ik nog even lekker GTA spelen. Het is bijna weer weekend. Morgen nog 1 dagje werken. En dan gaat mijn voorman met vakantie. Oh, Jelle. En daarna dan is het weekend. En dan gaan we zaterdag gaan we dus naar Tilburg. En nog naar een andere kermis. En dat wordt ook een hele leuke. Dus er komen weer 2 leuke video's. Twee leuke kermisvideo's. En dat zijn ook natuurlijk weer 2 première video's zijn dat. Want die video's van Tilburg en van die andere, die gaat in première. Die doe ik zeker weten in première. Ik vind het toch wel weer leuk om weer video's in première te doen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe het duimpje de lucht in. Abonneer voor meer. Like deze video. Dikke duim omhoog. En het allerbelangrijkste, abonneer en druk op het belletje voor notificatie van een livestream, een nieuwe video en nog veel meer. Dus abonneer op mijn kanaal, dat zou wel echt ontzettend tof zijn. We gaan steeds meer omhoog. Het zou tof zijn als we weer een stapje hoger komen met mijn kanaal. Ik wil trouwens ook nog iemand bedanken. Het was een hele leuke reactie van iets van, als het goed is, dan moet ik het eigenlijk goed zeggen. Moet ik het even goed zeggen. Dan moet ik eventjes heel snel kijken. Dat vond ik echt een hele leuke reactie. Echt hartstikke dankjewel. Ik vond het echt ontzettend leuk. Hij is ook geabonneerd volgens mij op mijn kanaal. Ik vond het echt een hele leuke reactie. En die reactie is van Spike Riders. Kijk, ik wil het even goed zeggen. Spike Riders, tof. Echt leuk. Tof filmpje, man. En ik heb er ook op gereageerd. En heb ook een hartje gekregen. Ik vond het echt een hele leuke. Ik vond het echt heel leuk. En ik ben ook op zijn kanaal ben ik nu geabonneerd. Dus Spike Riders, jullie hebben weer een nieuwe abonnee erbij. Dat ben ik. Dus ik vind het wel, ontzettend leuk. Vind ik het. Bedankt allemaal voor het kijken. Groetjes van deze kant. En ik zou zeggen jongens, tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.